Een van de beste boeken die ik recentelijk heb gelezen is Begging to be Black van Anke Krog uit 2009. Daarin verweeft ze eigenlijk drie verhaallijnen. Die van het koningschap van de Basutu-koning Morshushu. Die van een moordzaak waarbij zij zelf heeft moeten getuigen. En van een tijd die zij heeft doorgebracht in Berlijn als onderzoeker. Ze komt zelf uit Zuid-Afrika. Door dat hele boek heen verkent zij hoe zij als witte Zuid-Afrikaan zich nou na apartheid verhoudt tot haar zwarte omgeving. En de titel zegt het al, Begging to be Black. Zij onderzoekt wat het nou is wat zij mist in haar interactie met andere mensen en hoe zij zelf misschien meer deel kan worden van die gemeenschap waar zij zoveel voor wil doen. Wat ik heel bijzonder vind is dat zij hierbij echt heel kritisch naar zichzelf en naar haar omgeving kijkt en dat ze haar eigen gemeenschap daarbij ook heel erg kritisch bekijkt. Het leuke is dus ook dat ze het verweeft met de lokale verhalen.